Hey Weegschaal, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscopen van Amandela. En deze week is het voor week nummer 1. En natuurlijk ook voor jou nog de allerbeste wensen voor 2022. De weekhoroscoop is van 3 januari tot en met zondag 9 januari. En staan de kaarten schudden om te kijken wat week 1 voor de weegschaal gaat brengen. Dan lijkt het weegschaal alsof deze week een week is waarin er ruimte is voor heel veel vrolijkheid, voor heel veel gezelligheid. En het lijkt eigenlijk een beetje te beginnen dat je heel duidelijk bent over welke kant je op wil, dat je heel duidelijk bent over de dingen die je gaat doen. En daar kan je nog best wel een beetje heftig in zijn, heb ik het gevoel. Toch lijkt het dat je het op zo'n passievolle manier doet dat je daar al gelijk een bepaalde voorsprong gaat hebben of dat je meteen al een bepaalde groei gaat merken. En ik heb ook het idee dat de mensen in je omgeving, die lijken met je mee te willen doen, die lijken geïnspireerd te zijn door het stukje wat je uitspreekt of geïnspireerd te zijn door de stukken die je doet. En ik heb het idee dat jij dat gewoon heel veel goed doet. Het lijkt ook echt ruimte te hebben om heel veel te lachen, heel veel lol te hebben, heel veel gezelligheid. En dat is echt natuurlijk een prima manier om het nieuwe jaar te beginnen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.